geneesmiddel van de week is ezetimibe. Waarom ezetimibe? Ezetimibe is een cholesterolverlager die steeds meer ingezet wordt. Ezetimibe kennen jullie ook als ezetrol, de merknaam. Daarnaast zijn er combinatiepreparaten met statine, zoals Inegy met simvastatine. Statines, zoals simvastatine of atorvastatine, waar een apart filmpje van is, zijn eerste keus cholesterolverlagers, omdat ze het LDL-cholesterolgehalte, het lipide deeltje dat het meest verantwoordelijk is voor aterosclerose, zeer sterk verlagen en ook het effect op reductie van hart- en vaatziekten zeer duidelijk is aangetoond. Als met de maximaal verdragen dosering statine de streefwaarde niet bereikt wordt, kan ezetimibe ingezet worden. Ezetimibe remt de cholesterolopname in de darm door remming van het transporteiwit NPC1L1. De belangrijkste bijwerkingen zijn dan ook buikklachten, met name winderigheid en diarree. Zoals je weet wordt het grootste gedeelte van het cholesterol in het lichaam zelf gemaakt door de lever. Als de opname uit de voeding verminderd wordt, kan de lever zelfs meer cholesterol aan gaan maken. Gemiddeld is de reductie van het LDL-cholesterol door ezetimibe circa 20%, hoewel de grote interindividuele verschillen zijn. De cholesterolopname uit de darm wordt echter met circa 50% geremd. Dit verschil komt waarschijnlijk dus door de compensatoire verhoging van de endogene cholesterolproductie. Ezetimibe is dan ook effectiever als de cholesterolsynthese ook geremd wordt, zoals het geval is bij het gebruik van de statine. De eerste grote fase 3 trial naar ezetimibe werd gedaan bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie of afgekort FH. Mensen met FH hebben een hoog uitgangsrisico op hart- en vaatziekten. Zo'n hoog risicopopulatie is voor een fabrikant van een geneesmiddel dat mogelijk het hart- en vaatziekterisico verlaagt interessant, omdat er minder patiënten en kortere follow-up nodig zijn om het effect aan te tonen dan als je mensen zou vervolgen die een laag risico hebben op hart- en vaatziekten. In de zogenaamde ENHANCE-studie werden patiënten gerandomiseerd tussen simvastatine met ezetimibe, in een combinatiepreparaat in Amerika bekend onder de naam Vytorin, en alleen simvastatine. Als uitkomstmaat werd gekozen voor intima media dikte, een meting van de dikte van de halsslagader. De beste uitkomstmaat zou natuurlijk het optreden van hart- en vaatziekte zijn, maar omdat de studie dan erg lang moet duren om voldoende events te verzamelen, werd gekozen voor deze intermediaire maat als benadering voor de ernst van de aderverkalking. De studieresultaten werden in 2006 verwacht, maar pas in 2008 gepubliceerd. Wat bleek? Er was geen verschil. Dit was natuurlijk opzienbarend en leverde de onderzoekers en de fabrikanten veel kritiek op, vooral omdat het zo lang had geduurd voor de resultaten openbaar werden gemaakt. De onderzoekers probeerden natuurlijk zelf al een verklaring te vinden voor het niet aantonen van een effect. Een van de theorieën was dat de intima media dikte dus geen goede maat was. Een andere, waar ik zelf ook een artikel over geschreven heb, is dat de behandeling met simvastatine in patiënten met FH al zo succesvol is dat het extra effect van ezetimibe verwaarloosbaar is. Remming van cholesterolproductie lost immers het probleem van de patiënten met FH grotendeels op. Inmiddels was een nieuwe studie gestart, de IMPROVE-IT-studie, waarin wel naar harde eindpunten werd gekeken. In totaal werden 18.144 patiënten na een acuut coronair syndroom gerandomiseerd tussen wel of geen ezetimibe naast simvastatine en gemiddeld 6 jaar vervolgd. Het verschil in optreden van het primaire eindpunt was 2%, 34,7% in de patiënten zonder en 32,7% in de groep met ezetimibe ontwikkelde een van de hier genoemde events. De grafiek moet uitvergroot worden om het effect goed zichtbaar te maken. Het feit dat er zeer veel patiënten zeer lang behandeld moeten worden om het effect aan te tonen, geeft ook al aan dat het effect klein is. Inderdaad werd vastgesteld dat de number needed to treat 50 was. Dus 50 mensen moesten 6 jaar met ezetimibe na statine behandeld worden om 1 event te voorkomen. Toch heeft ezetimibe een duidelijke plek gekregen in de nieuwe Europese richtlijn voor dyslipidemie. Dit komt vooral omdat er inmiddels nog een effectieve cholesterolverlager op de markt is, namelijk de PCSK9-remmers, alirocumab en evolocumab, waarover een ander filmpje is gemaakt. Omdat ezetimibe een gunstig effect heeft aangetoond op LDL-cholesterolverlaging en hart- en vaatziekten, zal eerst ezetimibe aan maximaal verdragen statine moeten worden toegevoegd voordat iemand voor de behandeling met een PCSK9-remmer van duizenden euro's per jaar in aanmerking komt. Ook in Nederland is dit op het moment van opnemen van deze video in juli 2017 het beleid om in aanmerking te komen voor vergoeding van behandeling met een PCSK9-remmer. Samenvattend.
Ezetimibe is een cholesterolverlager die met name de opname van cholesterol in de darm remt. Het effect op cholesterolverlaging is circa 20%. Het effect op reductie van hart- en vaatziekten is minder uitgesproken dan voor statines, hoewel ezetimibe nooit in een studie zonder statine is bestudeerd. Omdat de reductie van hart- en vaatziekten is aangetoond en omdat de nieuwste generatie cholesterolverlagers, de zogenaamde PCSK9-remmers, potenter maar nog veel duurder zijn, is er wel een plaats voor ezetimibe als tweede lijns cholesterolverlager.